woord kunst is bijvoorbeeld al, ik bedoel, ja, ga het herhalen, het weet je wel, ja. Het is gewoon een absurd woord. Ja. Van, wat is het? Wat is kunst? Wat is kunst? Ja, dat kan ik je niet beantwoorden. Nee, daarvoor ga zoeken naar een sluisveer de straat op. Stel, je krijgt een opdracht dat je op zoek moet naar een kunstwerk. Mm-hmm. En we zouden dat met z'n tweeën moeten doen. Volgens mij zouden wij elkaar via de app of wat dan ook, zouden wij elkaar overladen met screenshots. Dit vind ik gaaf, dat vind ik gaaf, zus vind ik gaaf. Ja. Vervolgens krijgen we ruzie. En oh, waarover dan? Ik vind eigenlijk dat veel te weinig mensen naar galeries gaan. En ik weet wel hoe dat komt. Die drempel die is altijd zo ver, die is echt hoog, vind je niet? Nou, als je zo'n verstilde ruimte, zo'n white cube binnenstapt, ja. Daar zit iemand, dat is de galeriehouder. Je weet dat jij de enige andere persoon bent, dus je voelt je gewoon meteen al ongemakkelijk. Want je kunt niet, je voelt je bekeken. Ja. Je denkt, ja, die man die gaat mij in de gaten staan houden. Maar die overeenstemming is kunst. Je komt daar om te kijken. Ja. Hij of zij is er om dingen te laten zien. Dus wat is het probleem eigenlijk? Ja, wat is het probleem dan eigenlijk? Dan denk ik, het ligt ook een beetje aan die ruimte, die stilte. Dat het allemaal zo op zo'n enorm, in de loop der tijd, is het allemaal gewoon op een soort heilig niveau gebracht. Weet je? Ja. Van, je moet er wel verstand van hebben, anders dan, ja, dan ben je een loser of zo. Oh, niemand die dat zegt, hè? Maar, nee, maar dat vind je dan heel snel van jezelf of zo. Ik denk dat de schroom, ja, die schroom komt altijd een beetje uit jezelf. Ja. Maar de ruimtes werken niet mee, niet altijd. Je ziet de laatste tijd ook op beurzen en bij de jongeren. Ja, dat klopt, die pakken alles in. Ja, dat ze toch een beetje daarmee spelen, weet je wel. Ja. Bankje, kleurtje, van dat ruimte. Ja. Ga nou eens zitten, neem nou eens de tijd ervoor. Een beetje wat frivoler, wat opener, wat minder serieus eigenlijk. Er mag ook gelachen worden. Ja, misschien moet er juist wel gelachen misschien worden. Moeten we inderdaad wel eens meer om kunst. Niet om kunst, niet om het belachelijk te maken, maar het mag allemaal wat lichter. Ja. Van, je bent gewoon in die tijd dat we nu bezig zijn. Je had al liefde voor kunst, maar die liefde is eigenlijk verkwadratiseerd. En want jij bent gewoon bijna elke dag mee bezig volgens mij. Het is bijna een obsessie aan het worden. Je koopt ook. Ja. Obsessie. Je ziet veel. Je hebt volgens mij in de afgelopen paar jaren veel meer gezien dan in de afgelopen 20. Nou, dat is het hele gekke ervan. Je raakt er. Ik ben er een beetje aan verslaafd geraakt. Hoe komt dat? Hoe is dat gekomen? Dat komt niet door dat je alleen maar galerietjes bent gaan bezoeken. Hoe moet ik dat zeggen? Het is een soort, het is een sociaal ding. Hoe wij praten over wat we zien, merkte ik ook dat ik dat kreeg van andere mensen. Dat je er gewoon over kunt hebben. Ik denk dat misschien wel de grootste kracht van kunst is dat het mensen, dat het een sociaal gegeven is.